Goedemorgen, mijn naam is Gijs van Manen en ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. En ik hou mij bezig voor mijn onderzoek met open grondwaterdata vanuit een filosofisch etnografisch perspectief. Ik kijk onder andere naar kaartjes als deze. En je ziet hier een kaartje van Brabant met allerlei gekleurde bollen. En al deze gekleurde bollen zeggen iets over de grondwaterstand in Brabant. Rode bollen geven aan dat het slecht gesteld is met de grondwaterstand. Het is dus heel erg droog. Blauwe bollen geven aan dat het heel erg nat is. De grondwaterstand is dus heel erg hoog. En alle kleuren daartussenin geven iets aan over grondwaterstanden die tussen heel erg droog en heel erg nat inzitten. Nou, van mijn onderzoek ben ik niet in eerste instantie heel erg geïnteresseerd in grondwater, maar meer met het kaartje zelf, in het kaartje zelf. Want het kaartje is te vinden op de website van het waterschap, dus de soort van gemeente van het watermanagement in Nederland. En iedereen kan het kaartje terugvinden, jullie dus ook. Omdat het kaartje zo toegankelijk en voor iedereen vindbaar is, kan het worden gezien als een vorm van open data. En open data is een idee en ook een praktijk die sinds een kleine 20 jaar ongeveer heel hip is in overheidsland. En overheden proberen door middel van het publiceren en het toegankelijk maken van gegevens over hun eigen functioneren, zichzelf transparant te maken. Ze proberen ook de participatie met burgers te bevorderen of de samenwerking met bijvoorbeeld private partijen. Nou, dat klinkt een beetje abstract, maar jullie kennen het allemaal. Denk bijvoorbeeld aan het CBS, dat bijvoorbeeld gegevens over de hoeveelheid mensen in Nederland publiceert. Of corona-dashboards die dag van dag tot dag bijhouden en toegankelijk maken hoeveel mensen er ziek zijn in Nederland. Er is echter niet zo heel veel wetenschappelijk onderzoek naar wat dat dan doet in de praktijk, gegevens openbaar maken. Vandaar dat ik geïnteresseerd ben in hoe dan open data het functioneren van die instituties en de samenleving doet veranderen. Of heel losjes geformuleerd, wat doet dan open data in de praktijk? Nou, als gezegd, in het begin hanteer ik dus een filosofisch-etnografische methode. En dat betekent dat ik niet alleen maar op een stoel zit heel erg hard na te denken over de betekenis van openheid of transparantie. Ik ga ook niet, zoals de klassieke etnografen en antropologen, naar verre volkeren om hun culturen te bestuderen. Wat ik wel deed, was dat ik heel veel vergaderingen bijwoonde waarin ambtenaren heel veel spraken en handelden met het kaartje wat ik eerder heb laten zien, met dus de bolletjeskaart. Nou, de bolletjeskaart in deze context heeft nog een specifieke betekenis. Het bestaat in deze vorm sinds ongeveer 2014 en wordt gebruikt ieder jaar op 1 april om te beslissen of bepaalde groepen van grondwater gebruik mogen maken. Je ziet dus de gekleurde bollen en als er genoeg rode bollen zijn in een bepaald gebiedje, kan de dijkgraaf, dat is als het ware de burgemeester van het waterschap, beslissen dat voor een bepaalde periode geen grondwater mag worden gebruikt, omdat er eenmaal te weinig grondwater is. Het kaartje zelf wordt dus gebruikt om te beslissen of er een verbod op grondwatergebruik wordt geïnitieerd. Dat klinkt een beetje suf en droog, maar dat is het niet. Niet alleen maar omdat het heel erg droog is in Nederland de afgelopen jaren, zoals de Volkskrant rapporteerde, maar ook omdat een belangrijke doelgroep of stakeholder binnen dit verhaal de afgelopen tijd wat reuring veroorzaakt. Afgelopen jaar waren er heel veel protesten van boeren in Den Haag. En zelfs vanochtend las ik in het nieuws dat boeren met trekkers naar Den Haag toe gaan om te protesteren tegen van alles en nog wat. Je kunt je dus voorstellen dat het verbieden van grondwatergebruik voor boeren een zeer politiek gevoelige zaak is. Nou, mijn vraag was dus van wat doet dan open data in de praktijk? En zoals gezegd heb ik heel veel mensen gesproken en heel veel vergaderingen ook bijgewoond. En op basis van die gesprekken en observaties blijkt dat heel veel verschillende interpretaties zijn van de waarde van die gegevens, van die bolletjes die online staan. De wetenschappers, de hydrologen die ik sprak, leggen heel erg de nadruk op wat is de waarheid van die bollen? In hoeverre geven zij correct en naar waarheid de grondwaterstand aan?
mensen of partijen als natuurmonumenten proberen heel erg de link met de status van flora en fauna te leggen. Dus die proberen niet zozeer te zeggen in hoeverre de bollen representatief zijn voor grondwaterstanden, maar proberen het idee van grondwater te verbreden door ook natuur erbij te betrekken. En de boeren tot slot zijn vooral geïnteresseerd in de vraag, kan ik ook het land op met mijn trekker? Wat tegenwoordig ook niet meer vanzelfsprekend mag worden geacht. Het is dus een hele ingewikkelde mengelmoes van verschillende partijen die allemaal iets willen en iets willen vinden van open grondwaterdata. Nou, hoe moet je die mengelmoes dan eigenlijk begrijpen? Er zijn grofweg twee perspectieven die ik hanteer om dat te doen. Optie 1 is dan de open data zien als een grensobject. Een grensobject versoepelt de communicatie tussen verschillende groepen mensen. Het maakt het mogelijk om van een meting van een grondwaterstand naar een wetenschappelijk feit te gaan, naar beleid over grondwater en tot slot uit te komen op een beslissing over wat dan te doen met het grondwater, met de grondwaterstand. Het grensobject, dus de open data, bespoedigt hierdoor de samenwerking tussen allerlei groepen mensen, tussen wetenschappers, politici, beleidsmakers, etc. En de nadruk binnen dit perspectief, binnen deze optie, ligt dus op informatieuitwisseling en kennisvergroting of kennisuitwisseling. Dit is echter niet het volledige plaatje. Optie 2 is door de open data zien als een meervoudig object, waarin niet alleen maar de nadruk wordt gelegd op kennisoverdracht en het verplaatsen van kennis van meting van grondwater naar uiteindelijk een juridisch relevante beslissing, maar ook kijken naar wat de open data doet in de praktijk. Wat ik merkte in mijn onderzoek is dat er dus meerdere typen grondwaters eigenlijk te vinden waren, verbonden aan verschillende locaties en tijdstippen, binnen al die verschillende locaties waar iets met de bolletjeskaart wordt gedaan. Om twee voorbeelden daarvan te geven. Op 1 april beslist dus de dijkgraaf, de burgemeester van het waterschap, op basis van een gekleurd bolletje of er iets wel of niet mag gebeuren. Wat het bolletje doet is dus volstrekt anders dan wat een wetenschapper doet, wanneer hij of zij gaat kijken naar wat de waarheid is van het bolletje of het grafiekje wat er ander ligt. Worden dus voor verschillende contexten wordt iets anders gedaan met het bolletje, waardoor je dus kan zeggen dat er een ander type wereld wordt geconstitueerd door het bolletje. Dat is optie 2, het meervoudig objectperspectief. Samengevat, ik heb dus gekeken naar de relevantie van open data. En open data wordt vaak de wereld ingeroepen om transparantie, openheid en samenwerking te bevorderen. Ik heb heel erg gekeken naar wat dan open data doet in de praktijk. En ik blijf op dit moment een beetje steken tussen twee verschillende manieren om dat te begrijpen. Enerzijds open data zien als een grensobject waarin kennisoverdracht van belang is. Anderzijds open data als meervoudig object, waarin de nadruk ligt op de dingen en de werelden die van belang zijn bij wat de open data doet in de praktijk. Ongeacht of je dan kiest voor optie 1 of 2, dus grensobject of meervoudig object, is het al wel duidelijk, wat blijkt uit mijn onderzoek, dat transparantie niet iets betekent aan zich. Iets is altijd transparant voor en door een bepaalde groep. Dat is een belangrijke tussenconclusie. Twee meer algemene conclusies zijn de volgende. Onderzoek naar technologie en samenleving is heel erg ingewikkeld, juist omdat er zoveel verschillende perspectieven en partijen zijn die iets van technologie moeten en willen. Dat is punt 1. Punt 2 is, een bolletjeskaart en open data zelf betekent en doet maar weinig. Je moet dus kritisch zijn op mensen die heel erg geloven in dat open data aan zich bijvoorbeeld transparantie of participatie kan bevorderen en altijd gaan kijken wat het doet in een bepaalde context. Dank jullie wel en als er nog vragen zijn, dan hoor ik die graag.